Voorzitter, 100 jaar nadat vrouwen in Nederland het passief kiesrecht verwierven en bijna 100 jaar nadat Suze Groeneweg als eerste plaatsnam in de Tweede Kamer, moeten we constateren dat we nog een lange weg te gaan hebben waar het de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen betreft. Want de zekerheid dat het niet uitmaakt of je man of vrouw bent, is ook in Nederland helaas nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Nog maar net de helft van alle vrouwen in Nederland is financieel onafhankelijk. En het aantal vrouwen in deze Kamer loopt zelfs terug. Evenals overigens de vertegenwoordiging van mensen van kleur. Nederland daalt in internationale lijstjes over gendergelijkheid, zoals de Global Gender Gap Report. Als we in het huidige tempo doorgaan, dan duurt het volgens de World Economic Forum nog 217 jaar voor mannen en vrouwen een gelijke positie bereiken op professioneel, economisch en politiek gebied.